Zo ga ik de volgende weken door Europa. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag is het woensdag. En het lijkt echt vrijdag vandaag, omdat vandaag de laatste dag van de week is dat ik moet werken. Want morgen vertrek ik op reis door Europa voor 3 weken. De 27e kom ik terug. Dus ik ga wel eventjes zonder vlogs zitten. Want het is ook de laatste vlog die momenteel online komt tot ik terugkom. Behalve als ik vandaag nog tijd heb om een Diëtte voor het Leven vlog te editen, dan komt die ook nog hierachter. Maar ik vrees ervoor. Ik heb om 6:40 dit hoekje gestofzuigd. Graag gedaan, buren. Nu ben ik vlogs aan het uploaden. Maar het gaat echt redelijk traag, vind ik. Te traag naar mijn gevoel. Op deze voet heb ik gisteren een salontafel laten vallen. En dus die staat wel redelijk bal ondertussen. Dat mijn internet niet echt super hard meewerkt, heb ik maar de helft van de vlogs kunnen uploaden dan dat ik de bedoeling had. Hopelijk lukt het vanavond op een deftig uur om dat af te krijgen. Want anders moet ik morgen om veel vroeger opstaan. Ik kan wel nog 1 uploaden morgen, maar dat is dan die dat ik nu aan het maken ben. Nu ga ik naar de kapper, want ja, mijn haar mag ik weer een opfrissing krijgen. Ik ga iets zien dat ze hier nog nooit hebben gezien, namelijk vloggen in mijn in dit dorpje. Ik ben hier naar de kapper geweest. Aan die kapster, want het is een vrouw. En mijn haar is geknipt, want het is zo laagjes geknipt. Dus ik vind het wel leuk. En het is ook handig dat ik het nog steeds in een knot kan doen. En het is ook alweer wat af. Ja, ze heeft dat goed gedaan. En ik heb super mooie krullen als het nog nat is, maar als het droog is, is het echt modder. Ja, was mijn oog sleutel uit aan. Ik weet dat iemand hier door heeft, ik praat hier in een camera op mijn dashboard. Ik denk dat ze het ook nog. Eventjes voor de vlog, maar niet al te lang, want dit ding weegt. Zo ga ik de volgende weken door Europa. Even neerzetten zodat jullie het perfect kunnen zien wordt. Yes. Oké, trap af. Mij al lopen op elkaar smart. Oké, nu ga ik vlug verder vlogs uploaden. Want het is 6:55 al. Het werk duurde iets langer dan verwacht. Het is trouwens mijn haar droog nu. Met de helft van mijn haar in een knot. En ik vind het eigenlijk ook wel een tof zo. Het is zo los, maar niet los. En ik zit echt al de hele dag daaraan te prutsen. Dus niet meer, ik ben er echt niet gelukt. Ik mocht bij mijn ouders eten. Ik heb daar patatjes gegeten en een vegetarische capcorn die super lekker was. Het is trouwens van het merk Mora. Het trainde echt super hard. Ik ga deze blok wel te vroeg afsluiten, want ik moet die nog editen. Maar dan moest ik trouwens alleen eten en gelukkig had ik dit boek mee. Het leukste van Eva, een boek vol cartoons. Ik denk niet dat ik hem nog ga uitkrijgen voordat ik vertrek. Mijn computer zat vast. Nee, hij is opnieuw opgestart. Hopelijk is hij niet helemaal opnieuw opgestart, want hij was verschillende dingen aan het doen.
had. Ik kan mijn tempo ook echt niet aan vandaag. Maar misschien omdat ik en video's wil uploaden en retransfer doorsturen en foto's editen en daarnaast nog muziek luisteren en een paar andere tabbladen die openstaan. Ik hoop dat je niet alles hebt afgesloten. Ben je nog bezig met van alles en nog wat? Please. Ah, oh, nee. Oh. Ah, nee, 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 nee. Opnieuw. Hij doet verder. Op het moment waar dat hij zat. Gelukkig. Met die transfer ben ik wel opnieuw mogen beginnen. Ik ga die heel eventjes laten werken. En we gaan tijd voor mijn laatste cadeautje voor ik op reis ga. En het eerste volgende cadeautje ga je dan zien als ik terugkom. En de eerste vlog na mijn terugkomst die ik de 18e december ga filmen. Ik denk trouwens dat er een KitKat in zit. En ik heb juist ideaal als snack nu. Ik ben de laatste dingetjes aan het uploaden. Ik ben de laatste dingetjes aan het opladen. Ik ben de afwas aan het doen. Ik ben foto's aan het editen. Een blogpost aan het inplannen. En dat allemaal nog heel erg productief om 8:30 's avonds. Dus ik ben wel heel blij. Maar bij deze heb ik ook besloten om de vlog af te sluiten. Anders kan die niet geüpload worden voordat ik vertrek. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En ik zie jullie op. Ik ga opnieuw filmen vanaf 18 december. Dus ik zie jullie vanaf 20, denk ik, terug. 21. Doedels!